De derde Ebbingenstraat, nummer 25. Een grote hoekwoning hier aan de rand van dit prachtige stadspark. Het staat te koop en het is in prijs verlaagd. Speciaal voor jou, want nu is die bijzonder aantrekkelijk om te kopen. Ik ga je alles in deze video laten zien wat hem zo aantrekkelijk maakt. Dit is hem dan, de derde Ebbingenstraat nummer 25. Zoals buiten gezegd, een prachtig groot hoekpand met uitzicht op ons mooie stadspark. Ja, en dat zie je vanaf hier door de grote raampartijen, kijk je het prachtige groen in. Ja, de ligging is dus fantastisch. De afmetingen liggen er ook niet om. Maar je mag bij deze woning nog wel het een en ander doen om het helemaal weer naar wens en naar de tijd van nu te maken. Dat betekent wat moderniseren en misschien ook wat investeren in isolatie bijvoorbeeld. Of voornamelijk ook in de tuin, want dat is er eentje, daar moet je doorheen prikken. Ik ga je hem even laten zien. Ja, de tuin zelf is op zich nog helemaal niet zo verkeerd. Het enige is, je moet hier dus doorheen prikken. Dat is in jaren niet gebruikt. De mensen die hier woonden maakten er gewoon niet zoveel gebruik van. Vandaar dat het een beetje verwilderd is, maar ook niet zo fraai aangelegd. En als je hier naar achteren kijkt, zie je een hele oude schutting die vrij laag is. En ja, daardoor zie je de woning achter wat goed. Het kan natuurlijk een hogere erfafscheiding met groen. Denk aan een mooie leilinde, plataan, een mooi boompje. Dan is dat al heel anders. Hetzelfde geldt voor deze berging. Het is een best grote berging. Dan kun je een heleboel fietsen kwijt. Dat is natuurlijk ideaal. Maar heb jij maar één of twee fietsen, dan kan die berging een stuk kleiner. Dan heb je veel meer tuin over. Dus daar is echt wat van te maken. En hier heb je natuurlijk nog een achterom, waardoor je zo weer aan de zijkant uitkomt. Ik ga nog even boven kijken. Op deze eerste verdieping vinden we twee grote slaapkamers. En dan hier de grote slaapkamer aan de voorkant van de woning. Met prachtig uitzicht. Hier kun je heel goed zien dat dit voorheen twee slaapkamers waren, dus in totaal drie slaapkamers boven. Dit wandje is ooit een keer opengebroken. Achter mij de deur zit er nog in, dus heb je die derde slaapkamer weer nodig, zo weer te realiseren. En zie hier de badkamer. Deze tweede verdieping is een verdieping die jarenlang stil heeft gestaan, zou je kunnen zeggen. Prachtige ouderwetse deuren, maar ondertussen echt flink gedateerd. Begrijpelijk als je hier eigenlijk alles weg zou halen. Ik zou wel bepaalde mooie elementen weer terugbrengen, maar eigenlijk moet je het zo zien. Eén grote open zolderruimte waar je met gemak twee slaapkamers van kan maken. Ik zal even een beetje de ruimte laten zien. In deze slaapkamer vinden we dan nog de cv-ketel. Het is wel vrij recent. Maar ja, zoals je hebt kunnen zien, zul je de rest van deze verdieping wel willen aanpakken. Maar zoals gezegd, ik zou zeggen, de hele ruimte is een geheel beschouwd. Daar kun je iets heel moois van maken. Dat geldt voor de hele woning. Ben jij nieuwsgierig geworden? Wil je het echt zien? Wil je ervaren wat de onderhoudsstaat is? Want misschien valt het wel mee. We laten je de woning heel graag zien tijdens een bezichtiging.